Nou, Norbert, teleurstelling? Ja, het is jammer dat we hier geen drie punten hebben gepakt, maar uiteindelijk ben ik wel trots op de ploeg. Maar ik heb een beetje het idee, we kwamen niet echt in het spel. Legmeervogels liet ons een beetje het spel maken, trokken zich terug. We kwamen er niet echt door. Nee, maar dat zeg je heel goed. Ik denk dat je vandaag twee verschillende soorten ploegen zag. Eén ploeg die inzakt, ballen wegschiet. En een andere ploeg die het spel wil maken. En voor vandaag was het winnende recept ballen wegschieten. Dus dat is jammer, daar moeten we van leren. Om te kijken hoe we toch zo'n laag blok kunnen verslaan. Want ja, je zag duidelijk dat wat jij zelf ook zegt. Dat Legmeervogels ons het spel liet maken en heel laag ging spelen. Dus ja, nogmaals, ik denk dat het wel een compliment naar ons toe is. Dat ze dat op die manier gaan benaderen. Want ze zijn gewoon de koplopers, ze staan punten voor op ons. Dus ik heb ook tegen de ploeg gezegd, we zijn hartstikke goed aan het ontwikkelen. We hebben een hele mooie reeks achter de rug. Alleen vandaag was het winnende recept voor deze wedstrijd niet het spel wat we konden spelen. Want ik denk wel dat we niet ons beste spel gespeeld hebben. Dus dat is heel erg jammer. Maar uiteindelijk moet je ook in de wedstrijd blijven. Dus die tweede goal gaat veel te snel. En daar moeten we wel echt van leren. Dat vond ik ook. 1-0, 2-0 valt. Een getergde Legmeervogels. Ik vond pas in de tweede helft gingen wij pas een beetje voetballen. Ja, in het eerste was het een beetje zoeken naar de ruimtes, want ze hielden het heel klein. Dus dat is echt compliment voor Legmeervogels, want dat is ook gewoon een manier om te voetballen natuurlijk. Alleen, de tweede helft, ik zei in de rust ook, jongens, we komen hier bij de koploper op bezoek. En vervolgens gaat het spel beginnen en ze zakken gewoon compleet in. Dus dat is een compliment en daar moet je ook trots op zijn, want dat is de manier die we willen. En uiteindelijk geloof ik er heel erg in dat je met bal wil voetballen. En dat we daar beter van willen worden. En uiteindelijk geef je eerst al die kansen weg uit ons eigen balbezit. Maar ja, als je de bal niet hebt, kan je die fout ook niet maken. Op naar de volgende wedstrijd. Zo is het.